met arts en tevens voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen, Asha Mungra, spraken wij over 46 jaar stadkundige onafhankelijkheid. Wat ziet zij als ontwikkeling in de afgelopen 46 jaar? En we vroegen haar vooral over datgene wat dicht bij haar hart ligt. En dat is dan de medische zorg, gezondheidszorg van Suriname. Mungra die reageerde als volgt. Trots, ik denk dat we altijd trots mogen zijn op een land. Als je land onafhankelijk wordt, dat is in ieder geval iets om trots op te zijn. Echter is het dat we alleen maar trots kunnen zijn op het feit misschien dat ons land onafhankelijk is. Maar als je kijkt inhoudelijk wat dat betekent voor ons, en zeker na 46 jaar wat de onafhankelijkheid voor ons betekent, denk ik in ieder geval dat we daar niet trots op kunnen zijn. Immers, we zijn dus afhankelijker geworden dan eerder. Ik denk dat ook de gemiddelde burger, als ik kijk aan de tijden zelf van mijn vader, dat ze een veel prettiger leven toch wel met elkaar hadden, waarbij er misschien niet veel verdiend werd als zodanig. Maar ze hadden een heel prettig sociaal leven. Er was veel meer, denk ik, dat men veel meer met elkaar kon doen. De ontwikkeling was niet misschien waar we naartoe wilden gaan nog of moesten gaan nog. Maar mensen konden nog een redelijk inkomen hebben. En ik begreep zelf dat onze gulden veel meer waard was dan Nederland. Mensen konden nog op reis gaan, kinderen konden naar school gaan, kinderen konden studeren. En natuurlijk de plaatsen waar er nog ontwikkeling moest komen, in het binnenland, in de districten, die moesten natuurlijk nog ontwikkeld worden. Maar de mensen leefden toch in vrede en gemoedelijk naast elkaar, met elkaar. En als we dan zien dat wanneer we onafhankelijk zijn geworden, en dat is inmiddels 46 jaar zoals ik al zei, zijn we bedelaars geworden. Er is geen vrede meer, er is geen rust meer. Mensen die leven in verschrikkelijke armoede. Toch? En dat is denk ik dat we totaal niet op trots kunnen zijn. En dat is niet nu, dat is al jaren zo. De ene regering komt, de andere regering gaat. En het land wordt alleen maar slechter. En toen de mensen, die burgers, gewillende burgers, heeft totaal, ja, als ik kijk naar de levenskwaliteit, de levensomstandigheden, toekomstperspectieven, die worden alleen maar steeds nog erger verpest. Dus dan vraag je af, we zijn maar met 550.000 mensen. En we hebben hout, goud, noem maar op. We hebben vis, we hebben vruchtbare grond. Toch, we hebben bauxiet gehad. Wat heeft men gedaan om in ieder geval dit land tot ontwikkeling te brengen? Er wordt gezegd, Suriname is een paradijs. En Suriname is ook een paradijs. Maar ik denk dat het probleem wat we werkelijk hebben gehad, dat we dus de politici die dit land tot heden de leiding hebben gevoerd, dat we echt moeten zeggen, en ik heb pas nog een Afrikaanse priester het heel mooi horen zeggen, toch, dat wij als volk kiezen voor politici die ons bedriegen, ja, en ons bestelen. Dat is de enige reden dat ik kan zien dat we met al die rijkdommen die we hebben, met een volk die vreselijk, als we kijken, als mensen naar hier komen, zeggen ze ook, het volk is iemand, ze is een volk die heel, ze zijn heel gemoedelijk. Heel tolerant en misschien zelfs te tolerant. Ja, is. En ze zijn niet met hun vragen niet eens veel om tevreden te zijn, hè. Dat is jammer. En ik denk dat we daar niet trots op kunnen zijn. Mensen zijn werkelijk tot bedelaars gemaakt nu. En nu, we dachten weer, een andere regering komt nu, zijn we binnen korte tijd nog erger tot bedelaars geworden. En als je als land je hand moet openhouden voor andere landen, voor de wereld. Denk maar overal waar de leningen werden genomen, maar nu ook weer. Mogen we daar trots op zijn? Dat denk ik niet. Wat bindt ons en wat scheidt ons als volk? Ik denk wat ons bindt is vooral de liefde die we voor elkaar hebben. Alles wat mensen steeds zeggen en wat politici misschien proberen te gebruiken, dat wel te misbruiken, om allerlei etnische sentimenten te brengen, dat is niet zo. Het volk is niet zo. We houden van elkaar. Alle etnische groepen leven echt vredig met elkaar. En ja, je geniet van elkaar. Ik bedoel, ik zie het aan mijn poli. Ik kan dus eigenlijk, ik was aan de Kwataweg in het begin. En daar dacht ik, nee, ik zie alleen één soort bevolkingsgroep. Dat vond ik totaal niet prettig toen ik uit Nederland kwam. En ik heb toen zelf bewust gekozen voor een poli waar ik juist alle mensen van alle etnische groepen wilde zien. Ik heb heel veel mensen uit het binnenland. En ik geniet van ze. Van het magisch-mythische denken, van de hele cultuur, van alles.
En dat is het mooie wat we in Suriname hebben. En dat is werkelijk, als je kijkt met mensen, ook op school, als je gaat, denk je dat we weer op school gaan, dat je gaat kijken, nee, ik zoek eigenlijk een vriendin die op mij leek. Nee, dat doen we niet. Als we naar een sportclub gaan, dat doen we niet. Als we sporten samen, we eten van elkaars gerechten. Ja, toch? Dat doen we allemaal samen. Dus dat is iets wat ons, denk ik, bindt, is toch wel de liefde die we hebben. En natuurlijk, we hebben onze culturen en we delen onze cultuurdingen met elkaar. En dat is eigenlijk wat ons erg bindt, de liefde voor elkaar. En wat ons scheidt, is denk ik datgene wat door politici wordt gebruikt om hun macht te willen behouden. En daarmee scheiden ze, proberen ze althans, het volk te scheiden. En dat zie je dus ook van allerlei etnische sentimenten die men op een gegeven moment gaat proberen te werpen. Toch? Om op die manier te zeggen van ja, die Hindustanen hebben meer van dit, weet je. En kijk, wij als dat Creolen, nee. Ik denk dat als men zo nagaan, en ook in de historie, van heel simpel, als we bijvoorbeeld kijken van, naar de onafhankelijkheid, ook welke bevolkingsgroep heeft jarenlang toch wel de leiding gehad, presidentschap, et cetera, toch? Dan zie je dat in feite, wat hebben zij gedaan voor de achterban? Dat is vaker die NPS ook, toch? Wat hebben ze gedaan voor de achterban? Dat moet je afvragen. Ja, toch? We hebben ook jarenlang daarna, hebben we dus ook bijvoorbeeld de ABOP, toch? Hebben we gehad. Wat hebben zij, hoeveel jaar al, 15 jaar of zoiets, is de ABOP in de regering. Wat hebben ze gedaan voor de achterban? Ja, toch? We hebben de VHP gehad. Wat hebben zij gedaan voor de achterban? Denk maar aan Surland. Daar hoef ik maar aan te denken, ja, toch? Wat hebben ze gedaan voor de achterban? En dan kijk je van hoeveel van de mensen ook die op hun leken. Ja, ze wonen bijna aan de rand van een goot. En ze vallen bijna in die goot. En letterlijk, werkelijk, de volgende verkiezing pakken ze weer een genti. En dan beginnen ze weer te lopen voor je. Snap je? Dus dan zie je in feite van al die scheidingen die we hebben. Die etnische groepen. Dat komt niet door het volk. Dat komt door de politici zelf. Bijvoorbeeld, kijk, bij de Javaanse partij ook, toch? Dat eigenlijk hun groep in feite ook opgeroepen wordt. Maar wat hebben ze allemaal gedaan voor hun achterban? En wat je dan moet kijken, dat mensen, ik heb een beetje daar gekeken, wanneer men zegt van luister, hé, ook bijvoorbeeld die Hindustanen, ja, die hebben het geld, ja. Maar welke Hindustanen hebben dat geld? Niet die Hindustanen die hard werken. Ik werk ook hard. Ik ben arts en ik kan niet eens mijn BBS-rekening betalen nog steeds. Snap je wat ik bedoel? En dat is al jaren zo. Toch dat men, dus de mensen die hard werken en op een eerlijke manier hun geld verdienen, die komen niet uit. De middenklasse is toch ook helemaal uitgeschakeld bijna. Maar de mensen die op mij leken, die veel geld hebben, zoals men zegt, van hey, de Creolen, het gaat niet goed, maar die Hindustanen gaat goed. Zijn dezelfde mensen, wie heeft ze groot gemaakt? Is het niet eigenlijk onder welke partijen zijn ze groot geworden? Denk maar aan de Ringweg, het project die we daar hebben. Snap je? Wie heeft deze mensen concessies gegeven, grote klappen grond gegeven en ze tot miljonairs gemaakt? Snap je? Denk maar ook aan de vorige regering die we hebben gehad. Wie zijn de grote sponsors van deze partijen? Ja, toch? Het was toch een partij met multi-etnisch bla bla bla, weet je wel. Wie zijn de grote sponsors? En wie hebben zij, dezelfde partijen, wie hebben zij groter gemaakt? De kleine groep van de, die veel bezitten, omdat zij de partijen sponsoren, ze worden nog rijker. En uit die verschillende groeperingen tijdens de regering, die dan aangetreden heeft, heb je nog nieuwe miljonairs die komen. Maar al die etnische groepen die daar zijn, al de mensen, de Maron, Hindustan, Javaan, allemaal Pinaren. Snap je? Dus daar ligt die etniciteit niet. Het zijn de mensen die de politieke partijen, en dat begint al vanaf na 1975, van die aan de macht zijn, die deze mensen groot heeft gemaakt en deze grote sponsors. Ze hebben geen guinty. Als jij aan de macht bent, zitten ze naast jou. Als die andere partij aan de macht hebt, zitten ze daar. Ja, toch? En die zijn de mensen die veel geld hebben. En de partijen die aan zitten rijk maken en het volk wordt armer. Dat is het probleem. En ik denk dat wat heel belangrijk is, toch kijk, men denkt ook om de kieswet te gaan veranderen. Ik denk dat dat heel goed is, dat zou ook moeten. Maar ik denk dat het belangrijker is natuurlijk die mindshift die we moeten maken. En dat betekent dus, wat voor mensen kiezen wij als leiders? Als je mensen blijft kiezen, toch, omdat ze op jou lijken.
Maar ze lijken op jou. Maar jij en je hele achterban en iedereen daar, die worden bedelaars. En ze komen en ze geven je een pakket en je moet nog blij zijn ook. Terwijl zij met de grote, grote grondbezitters worden, et cetera. En daarom moet je die mindshift moet komen. Mindshift moet komen om de bewust nou te gaan kiezen naar leiders van wie je denkt dat ze werkelijk oprecht zijn naar het volk toe. En wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat er een wet moet komen. Toch? Om te gaan kijken bij politieke partijen. Wie sponsort jou? Ja, toch? Want wanneer die man je sponsort, wanneer ze je sponsoren, is net wat onze president pas zegt, toch? Ja, ik moet, sorry, maar ik moet rekening houden met de belangen van de sponsors. Ik denk dat in een ander land dat zo'n illegale uitspraak is. Dat kan toch niet? Dat betekent dat de sponsors zijn degene nou die jouw beleid gaat bepalen, want het is payback time. Ja, toch? En dan maken die welke kleur ze hebben. Ze zijn sponsors. Ja, en dan moet jij nou beginnen om hun terug te betalen wat zij hebben gegeven aan jouw verkiezing. Dat betekent dat deze sponsoren, die gaan nou het beleid voor jou bepalen. Jij mag presidentje spelen, maar zij gaan het beleid bepalen. Vandaar dat er geen ontwikkeling komt. Heb je ooit gehoord dat iemand die rijke, we hebben een aantal van die rijke, van die figuur al, die ken je die eigenlijk steeds, springen ook van de ene naar de andere. Gaat zo'n grote ondernemer denken aan volksbelang? Laat hij durven denken aan volksbelang. Dus diezelfde president die aan zit, gaat zeggen van, hey boy, zeep zangai. Begin pay me, begin doen to begin project boek op Puramoni snel. Dat gebeurt er. En zolang dat door blijft gaan, dan gaat het niet uitmaken welke, als die kiesregeling verandert, als we nieuwe verkiezingen krijgen of wat dan ook, wanneer dit beleid doorgaat. Met andere woorden, je gaat er moeten voor zorgen dat er een wet komt die controle uitoefent op het aannemen van gelden door politieke partijen. Dan kunnen mensen ook gelijke kansen krijgen. Ik denk dat heel belangrijk is voor als we nog uitverandering willen in Suriname.